Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle. Het gevaar is van zelf dingen verzinnen, zoals een Quest Battle, is dat je niet weet hoe het gaat zijn om te spelen. En ik kom en dan praat ik vooral vanuit mezelf, omdat Sander heeft gewoon veel minder problemen dan dat ik heb, gelukkig. Ik vind het heel saai worden. Ik vind de game niet leuk. Ik vind doordat de game niet zo spectaculair is, gebeuren er ook niet zo heel veel dingen waardoor het mij ook niet per se leuk lijkt om naar te kijken. Ik zit dan bijvoorbeeld veel liever dat wij Black and White 2 100 keer opnieuw moeten doen omdat we elke keer doodgaan. Dan dit, zeg maar. Omdat er gebeurt wel wat op je scherm. En nu heb ik het gevoel dat er gewoon niet zoveel gebeurt. Alleen, ik zei wel tegen Sander, ja, maar Sander, je loopt nu voor. Nu wil ik ook wel dat als je wint, dat je dan gewoon goed wint, zeg maar. Dat voelt voor jou ook fijner, zeg maar. Dus we moeten hem wel afmaken. Maar ik heb wel met Sander gezeten van, ja, hoe gaan we dat doen? Want als we alle kleine quests allemaal moeten gaan doen, dan duurt deze serie nog 3 keer zo lang als dat die al duurt, zeg maar. En ik denk niet dat we dat moeten willen. Ja. Eigenlijk had Sander een heel goed idee. Die zei van, laten we dan gewoon alleen de main quest doen en de follow battle, zeg maar. Dat we ons niet hoeven te focussen op het maken van een charm van level 10, zeg maar. Ja, de charm Pokédex level 10, want dat is echt kut. Bijvoorbeeld, dat zijn wel al die kwesties. Als je dat allemaal gaat doen, dan wordt het een hele lange en ook niet zo'n hele leuke serie. Of mijn arch nemesis, de big little Buizel, of hoe die ook maar heet. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dus daar hebben we nu voor gekozen. Blijft het voor mij nog steeds doorbijten, maar dan kunnen we hem wel gewoon afmaken, deze serie, zeg maar. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is, zodat je wel gewoon een volledige serie hebt. En dat ik liever iets dan niet de volgende serie. Ja. Wacht, kwam ik nou gewoon uit de verkeerde ik schrik me kapot van die hunter die opeens achter me staat. Dat ik, jij was er net in je verhaal en er kwam, ik zag ineens een Rhyhorn zo op mij landen. Hij deed high horsepower, denk ik. Schrok de mentering. Maar goed. Een space-time distortion is forming? Volgens mij was ik sowieso net op een plek waar ik nog niet had moeten zijn. moeten zijn, waardoor ik van de verkeerde kant aankwam. Oh, oeps. Ja, boeien. Ze hebben mij die optie gegeven, dan maak ik er gebruik van. Ja, precies. Ik ga Dustox, denk ik, sec off aan. Yo, ze zijn hier nu al met vuurwerk bezig. Het is nog niet eens nieuwjaar, man. Gek. Ja, voor de kijkertjes waarschijnlijk al wel, of niet? Ja. Net geweest. Gelukkig nieuwjaar! Dit voelt echt heel raar voor mij om te zeggen, maar gelukkig nieuwjaar! De beste wensen, Milan. Ja. Jij ook. Kijkertjes ook. Fijn dat jullie er zijn. Ja, zeker. Hallo Nando. Hallo Jordi. Ja. Die zijn weer van de partij. Jij hebben hun ook wel. Hun kijken ook nog steeds. Deze. Ja. Nando sowieso, standaard. En volgens mij Jordi ook. Die reageren ook regelmatig. Nice. Ja, dat is wel ziek. Heel ziek, zou ik haast durven zeggen. Precies. Oh, ik krijg XP, joh. Dat is wel fijn. Nou, dat is niet meer normaal. Dit is niet normaal meer. Dat is van Milans favoriete serie, een quote. Waar is het van? Rinnensuma, je weg. Het was sarcasme. Ja, gelukkig was het sarcasme. Niet dat je het net serieus bedoelde. Ja, ik was echt aan de verkeerde kant. Er staat nu pass through the ancient quarry. Terwijl ik daar zo net doorgelopen ben. Oeps. Oké, dit is de ancient quarry. Ja, daar ben ik net doorgelopen, ja. Om bij jullie te komen. No shit. Ja, echt. Oh, follow, ik haat hem. Okay, space-time distortion appeared. Dat is ook al ziek.
did appearing. It doing being appearing. Ja, follow, laat me met rust. Met rusting. Met rusting? Dat is van die staal. Oh nee, dat is roest, sorry. Ik dacht, ik haalde rust en roest. In het Engels wel. Zie je wel. I did be knowing. You did be knowing. Je slimpying. Ik ben wel slimpying soms. Soms ook niet. Soms af en toe dan zijn er van die momentjes dat ik denk, yo, dat is niet zo slimpying. En soms dan zijn er momenten dat ik denk, het is een Teddy Ursa. Oh, nou als het Teddy Ursa is, dan klopt het nog ook. Ja, number card 2. En er staat een Teddy Ursa bij, dus het klopt vast. En ik heb heavy specimens gevangen, joh, gek. Ja, echt niet normaal. Je zou ze bijna kunnen fatshamen. Dat doet deze Pokédex voor mij. Ja, inderdaad. Heavy specimens. Pokédex fatshames, uitroepteken. Pokédex weet niet hoe je tegen dames praat, merk ik alweer. Oh, you got... Heavy specimens caught. 1 out of 1. Goed bezig. Ik denk niet als je dat zo... Als je zo'n Pokédex zou hebben, hè, en die zou dat zo hardop zeggen. Ik denk dat dames dan best wel boos worden, zeg maar. Dat denk ik ook, ja. Aan de andere kant, hè, wie ben ik om dat te zeggen? Ik bedoel... Jij bent Tannering. Ja, maar... Misschien heeft die Pokédex wel meer ervaring dan ik. Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een vrouwelijke Pokédex gezien, dus... Ik heb nog nooit een Pokédex gezien. Sorry voor de gaap. Nee. Dan nooit ding? Ik heb geen echte Pokédex. Alleen maar in de anime. No, not in real life. Ik eigenlijk ook niet in real life. Zie je? Bedenk me net. Jawel, bijna leaguing tegen mij. Nou, ik heb wel van die mensen die... Nee. Maar ik wil sowieso nooit tegen jou liegen. Nee, maar ik heb wel van die mensen gezien... Die hebben dan echte Pokédex. Maar dat lieten ze dan zien... In video. Ah. Dus dat is nog steeds niet in het echt. Maar ook weer wel. Voor die mensen. Maar voor mij niet. Oh, dus dat telt dan niet. In het echtception? In het echtception? Waarom schrik ik? Ja, ik schrik in de game en toen was ik van, waarom? Oh! Jij schrok van dat je schrok in de game. Ja. Schrikception? Schrikception. Ik krijg nu mijn favoriete Hisuian vorm. Als Ride. Sneasler. Oh nee, het was Kasman. Sneasler. Oh ja. Maar dat is geen Hisuian vorm, dat is gewoon een Pokémon. Oh ja. Voor mij. Ja, ik weet ook niet wat ik aan het doen was. Ah, gaat er niet om, heel prima, joh. Oh, met Chomi Day, wat doe jij hier? Met Chomi Day, Confusion. Ik heb Confusion. Ja? Als je Confusion hebt, dan ben je in the warring. Ja, dat is wel zo. Ah, mijn dusdoek is bijna dood, joh. Dat wou ik helemaal niet. Sander, ben je Rusland? Want jij bent in de warring. Ik ben wel in de warring, ja. Dat is wel waar. Oh, Dustox is dood. Maar ik heb een Murkrow en dat werkt goed tegen zo'n Tangle. Die is lijp. Ja, die is in de... Wacht eventjes. Nando zou trouwens trots op je zijn als je hem naar een Honchkrow laat evolueren, zei hij. Heb ik niet vorige aflevering zo'n Duskstone gepakt, dat één zo'n dingetje? Ja? Het ging over een Duskstone, alleen raakte hij... Nee, die raakte je volgens mij kwijt in je satchel, omdat je dood ging volgens mij. Volgens mij had ik dus... Ja, nee. Dat klopt. Maar volgens mij heb ik vorige aflevering tegen zo'n steen zo'n Pokémon aangegooid... Volgens mij kreeg ik toen zo'n Duskstone. Oké. Dan kan hij gebruiking. Oh, nu wil ik dat deze battle voorbij hing is. Zodat ik hem snel kan gebruiken voordat ik weer dood ga hing en kwijt ben. Snap je?
Ja, dat is wel in het Engels. Dan ben ik wel eens een Engels master, hè? Ja, dat, nou ja, dat dacht ik dus ook. Dus daarom dat ik het gewoon deed. Ik heb jou als leraar, hè? Dan word je wel een Engels master. Ja, goede mentor, hè? Ja. Oké, ik doe als een aqua jetting. Dat is Engels. Ja, dat weet ik, Sandring. Ja. Staat in mijn woordenboek. In mijn Bina's. Oh nee, dat is wat anders. Dat is de Bijbel. Mijn Bijbel. Wat was ook weer dat ding dat je nooit nodig had, maar toen je hem een keer niet mee had, dat je hem toch nodig had? Hè? Volgens mij zei je ook op een gegeven moment een keer van, ja, ooit, ik had vandaag een boek nodig en die had je nooit nodig, maar nu had ik hem niet bij me en toen had ik hem opeens wel nodig. Was ja. Toen je hier naartoe kwam? Dat was toen ik daar naartoe kwam, toen dacht ik, oké, wat is nou echt het belangrijkste? Toen had ik dus een aantal dingen dat ik dacht, oh, dat is het belangrijkste om mee te nemen, meegenomen. En een aantal boeken niet, dat ik dacht, ah, die gebruiken we nooit. Ja. Toen ineens gebruikte we hem. In de les was ik van, wat? Bro! Echt valsspelerij. Oh, maar jij ziet dat dus ook zo. Oké, dat ligt dus niet aan mij. Tuurlijk ligt. Hij schrik weer. Word je ook? Vind ik weer eng. Weer Squidception. Weer Squidception, ja zeker. Yo, is dit zo'n Sneedler? Ja. Oké, ik ga fluiten. Bloop. Bloop. Je fluit daar maar naar. Bloop, bloop. Zie, ik kan het heel goed. Sowieso niet in sync. Je gebruikt sowieso niet mijn audio, dus het is sowieso nooit in sync, maar... Ik gebruik wel jouw audio. Ja, wel? Ja? Nee, ik bedoelde mijn game audio, hè? Oh, nee, niet jouw game audio, nee, die niet. Ja, nee, dat had ik niet duidelijk gezegd. Around me are familiar. Oké, ik weet niet, kun je... Oh, het kan ook gewoon als hij dood is, kun je gewoon een duststone gebruiken? Sure. Zolang ja, het working. Hunchcrow is evolving. Of, kut. Murkrow is evolving. Met korting. Want ik kreeg een gratis. Dat is niet helemaal hoe korting werkt. Met korting. Wel. Magische poeder. Technisch gezien is gratis gewoon 100% korting hoor. Dus eigenlijk. Oh, is dat hoe dat werkt? Ja, is dat hoe dat werkt eigenlijk? Ik zie wel wat. Volgens mij niet, maar ik geloof jou. Nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik zou zeggen dat het gewoon 100% korting is haast, maar... Dan is het ook weer gratis, dus... Do I snapping? Nee. I don't know. Oké. Yo, Bronzor. Bronzor. Oké. Het is de finale aftelt-lady. Ik denk al, is de finale. Maar nu snap ik hem. Oh, ik moet eventjes van het begin af. Nou. Oeh. Ik weet niet of ik Gligar al heb namelijk. Nu weet ik ook niet. Nu wel? Nee, had ik nog niet. Kan ik je vertellen. Vertelling. Dat is wel fijn dat je me dat kan vertellen. Oh, hij zei het. In het goed Engels in. Ja, zo ben ik. Ja, zo ben jij wel. Ja, daar ben ik wel trots op in. Snap ik. Eng. Hoe heb je mij gezien? What the freaking Gligar, doe even normaal. Hij is niet blind. Is hij niet Danny? Dat zeg nou ik, hè? Grapje? Ja, ik wou net zeggen, dat zeg ja, ik, hè? Als niet voetballer, Reno. Maar dat is ook volgens mij zo'n voetballer die 25 jaar geleden actief was. Klopt, zijn zoon die speelt nu. Ik ken alleen Klaas-Jan Stuntelaar. Eigenlijk heet hij Stuntelaar, maar die voetbalt al niet meer. Van Persie?
Die voetbalt ook niet meer. Robin. Voetbalt ook niet meer. Ja, maar die ken ik allemaal. Van der Sar. Ja, die voetbalt al heel lang niet meer. Messi. Ja, die voetbalt nog. Ja, volgens mij waren mensen boos omdat Messi heel lullig deed of zo bij de WK. Had ik ja, het was al een eitje, maar ja. Geeft niks, kan gebeuren. I want to see yo, deze Gibble houdt van dat ene bordspel. Volgens mij, want hij deed het. Twister. Twister Rodriguez? Nee, dat is dat bordspel toch? Het, hand op blauw. En dan ja, voet op geel. Ik ken het bordspel zo. En dan... Ken je het? Ken je het? Tilbal op wit. Oh, oh, dat heb ik nog nooit hoeven doen. Ja, dat is adult twister. Ah. 65. 56 bedoel ik. Nog steeds hoog hoor, maar... Als je dat bedoelt, waarom zeg je... Nee, nee. Nu was ik gewoon een grabje aan het maken. Rustig aan, Ing. Curlia kun je hier ook krijgen in dit landje, of niet? Curly, curly, curly. Of was dat in een ander landje? Ik denk wel dat je die kan krijgen. Ik weet niet welk landje. Maar ik zie hier ruins en ik... stond er iets van bij dat het bij die ruin wat was. Nee, kijk uit, straks ruin je het nog. Ik weet niet wat het hier was. Oeh, zo'n satchel. Ik ga die satchel pakken, joh. Gewoon doen. Soms. Soms moet je gewoon zeggen van... Ik zeg doen. Dat is wel die reclame. Ja, precies. Oh, ik ben zo trotsing op jou dat jij dat weet. Ik ben best wel zo'n slimpie guys. Maar, dat vergeet je. Ja, dus. Ik vergeet het. Ik ga altijd met domme mensen om. Dus... Nou, dan weet iedereen waar die aan toe is nu. Hoe de sorry, Simon. Zit. Nee, grapje. Nou, Simon heeft zijn PC weer een beetje aan de praat gekregen. Dus oh, dat kan hij ook fijn. Golven met vrienden. Maar Minecraft, dat kon hij wel gewoon hoor. Ja, ja. Ja, maar elke keer als hij Golf with Friends opstart, toen deze computer kut. Maar blijkbaar had het allemaal met Windows-instellingen te maken en zo. Altijd weer die Windows in. Ik deed zo'n gaapje in. Gaapje in? Ja. Oké, sorry Cherry Berry, ik hou van je, maar niet nu. Oh, en wood. Had ik niet wood nodig? Ja, voor iets had jij wood nodig, maar dat was volgens mij... voor een quest die we nu toch niet meer gaan doen. Oh ja. Toch? Ja, dat klopt wel. Maar oef. Ik moet nu... Ja. I'm in too deep. Van dat liedje. Oh, dat liedje. Ja, dat liedje heet letterlijk I'm in too deep. Dus... Ik kan het niet verder uitleggen. Behalve de artiest noemen trouwens. Vervolgens ook niet doen. Ja, het kan. Je zei niet dat je het ging doen. Nee, nee, dat klopt. Dat is zeker warring. Bronzor mag ik ook gebruiken of heb ik niet Psychic? Jawel toch? Ik heb Psychic. Ja, je hebt Psychic. Oké, okay, ik heb echt, nog niet merit points. Mijn trainertje moet echt op Pokeball gooien cursus. What the fuck? Raak gewoon die kut Pokémon, hè? Eens. Raak gewoon die kut Pokémon. Hey, ik vind dat een mooie quote. Is dat de titel van de aflevering? Als ik het niet vergeet. Nosing the passing. Waarom doe je nou zo? Omdat nosing the passing een bitch dit is. Ik pass deze nose. Ik zo gisteren was ik met mijn moeder en met mijn zusje was ik in Duitsland bij de kerstmarkten. En ja. We zagen iets van SpongeBob voorbij komen. En toen zei ik
SpongeBob. Hey, kijk, ja, dat is van SpongeBob. En toen zei ik tegen mijn zusje van, Sander vindt het altijd kut als ik dat zeg. En toen zei hij van, ja, maar hij zegt ook kabooming, dat slaat ook nergens op, zei ze. Wow. Ik haat je zusje. Nou, dus eigenlijk. Nee. I was joking, but what the frick? Hoe kun je nou kabooming haten? Dat vind ik, ja, daar heb ik een mening over. Ja, nou. En later, die dag, kwamen we zo iets tegen. Ik zei, oh, dat is vet. En zij zo, kabooming! Oh, ze doet het zelf ook. Oh, nu mag je zusje wel. Voor de grabbing. Nu mag ik je zusje wel weer. Dat was een complete 180, but... 180? Ja, ja, dat wel. Ja. Het was geen of 360, zo heftig was het zelfs. Het was gewoon... Nee, want 360 ben je weer terug bij je af. Oh ja, dat is waar. Dat is niet zo slim van zo'n Slimpy guy. Ja, nee, klopt. You are writing. Klopt, denk ik. Of ben je niet aan het schrijven? Nee, ik ben aan het Pokémon, hè. Oh, leuk. Oh, wat gezellig. Ik zou dat ook wel eens weer een keer willen doen. Dat heb ik lang niet meer gedaan. Nee, dat is wel te zien. Ja. Nee. Zeg ik. Ik was aan het joken maken. Ik was een joke aan het maken. Wil je joke doorvertellen? Ja. Maar dan moet je niet doorvertellen. Straks luistert de IVD mee. En dan weten ze dat. En dan gaan ze tegen me gebruiken en zo, weet je wel. Classic moment. En dat moet je niet willen. Niet willing. Chilling the belling. Oh, dat Mischievous? In deze game heb je geen version exclusives. Dat is op zich... Ja, je hebt ook geen verschillende versions trouwens. Het is zelfs zo gemaakt dat je gewoon... alle Pokémon kan vangen. Ja. Het is ook niet dat je... En ook alle Pokémon kunnen evolueren zonder vrienden. Ja. Ik vind echt dat hadden ze er wel in mogen houden hoor, die AUX scoort. Ja, vind ik ook wel. En tuurlijk, het hoeft niet makkelijk te zijn, hè. Dat zeg ik ook weer niet, dat je die... Dat het makkelijk moet zijn om... Nee, maar het IV trainen van je Pokémon is inmiddels zo makkelijk geworden, dan mag dat er ook wel in. Ja. Het doet er in ieder geval in. Ik klaag er overigens niet over, hè, want ik vind het alleen maar goed dat het makkelijk is geworden. Nee, ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, ja, doe vooral van die trade, doe het er gewoon in, weet je. Ik heb geen vrienden, accepteer dat nou, Game Freak, alsjeblieft. Ja, ook omdat er maar één trade Evo in zit, hè. Maar daarom hebben ze ook die NPC erin gedaan, zodat je alsnog een Gengar kan krijgen. Hoe bedoel je? Want elke SM zit er toch ook in? Nee, alleen Gengar. Ah. Abra zit niet in Scarlet and Violet. Oh, nee, klopt. Trouwens wel. Waarom dacht ik? Nee. Never mind. Dus dat hebben ze op zich goed gedaan. Dat je hem altijd kan krijgen. Alleen dan kan je alleen de first exclusive nummer hebben. Dat snap ik wel. Dat ze dat niet doen. Nee, oké. Dat is op zich... Oh, Shield on? Als je met shield on. Heb ik hem? I got him! En Drapion, maar die Drapions die kom ik zo vaak tegen. De band van die mensen. Hij is met Drapion. Oh nee, dat zijn geen mensen trouwens. Wat bedoel ik? Dat zijn drapige ionen. Magging the Marring. Ik weet niet of ik Magging the Marring al heb. Ik weet wel of je mijn Marring al hebt. Oh, heb ik die? Ja, die heb jij in de Coastlands op die vulkaan heb je die gevangen. Heb ik Dusclops al? Denk het wel, want volgens mij heb je die voor een sidequest gedaan. Het zal ook weer eens doen. Nee, trouwens, voor de main quest moest je die doen voordat je verder kon. Oké, ik weet. Dus Knor zelfs. Hero. Mijn Graveler wordt gewoon het keer door mijn Tillery. Dat is fijn. Oké. Dat was dus niet fijn, maar dat snap je. Dat dacht ik al. Ik voelde dat al aan eigenlijk, weet je.
Aan je water, of niet? Aan je stationwater. Amen. Aan je stationwater. Kijk, want hier zit zo... Wacht. Kijk, want hier zit zo... Klonk, 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 klonk. Water in. Ik vond mijn grap leuk, maar... Wat? Hij werd niet goed ontvangen. Stationswater? Ja. Oh ja, die was matig. Wow, die was matig? Wow, hoe durf je? Nee, dat viel mee. Hij was wel fijn. Dusknoor is niet dood, dat is wel chill. Shadow the Balling? Oké. We're balling in the shadows and singing a Shadow Ball. Ik gooi een Grey Ball terwijl ik dat doe. Dusknoor zit in de balling. Oh, dat is wel ziek. Die heb ik denk ik. Nee. Zie? Ik ben zo'n smarty pen. Octillery? Wat de vuile... Hé, ik vecht ook tegen Octillery. Wat de vuile Octillery. Oh, dan kan het wel zijn dat ik die al heb. Ah, ik ga hem gewoon vangen. Misschien heeft het nut. Ja, toch? Misschien wel, maar misschien ook wel. Kleine shake, dus die zit. Dat is nice. Doe de kleine shake. Ah, doe de kleine, oh, dat is kleine perfect, shake ik, met mij. Ik had kunnen weten dat dus... Ja, ik heb... Ja. Ja. Doe je ook wel eens de hippie shake? Ja. Ik ben ook wel zo'n hippie-ster. Doe de hippie shake met mij. Je bent zo'n hipster, hè? Ja? Drink je jouw water met havermelk? Ja. Tuurlijk. Oh, dat was een Grey Ball. Oh, nou, als het werkt. Ik dacht, ik gooi wel een Pokémon op deze Jolteon, want dan heb ik een... Volgens mij vecht ik nu tegen een Octillery die al zijn stats plus 5 of plus 6 heeft. Huh. In deze game is het ook heel makkelijk, toch? Om te IV treffen. Nee? Ja, hier lijkt het heel anders allemaal. Maar hier heb je niet toch die grid. Ja, maar hier is het helemaal niet interessant, want je hebt geen competitive. Dat is waar. Volgens maar mij kan je niet eens online battelen. Nee, dat klopt volgens mij wel. Maar. Shit. Ja, maar hier zijn de battles wel oprecht een beetje uitdagend, toch? Dus is het op zich, denk ik, wel goed om het een beetje goed te houden, zeg maar. Goed bij te houden. Denk je niet? Ja, ik heb het niet gedaan in mijn eerste run, maar... Ik heb het ook pas te laat gedaan, maar... Dat maakt niet uit, weet je? Dat maakt niet uit. Ik weet dus niet meer waar je die... Ralt kan krijgen, maar ik weet wel dat het hier ergens is en het stoort me dat ik dat niet meer weet. Oh, maar choke me daddy, joh. Ik ga hem choken. Nee, hij moet mij choken. Wacht, huh? Wat? Vaag. Gaat iets niet goed. Sandering. Hey. I'm crying, crying. Je bent een cutie guy. Is dat wel hier, though? Heb ik niet gewoon al een Ralts? Ik zit heel erg te twijfelen. Is dat hier of is dat in dat tweede landje? In dat tweede landje kan je hem sowieso vangen bij Ruïne. Maar misschien, ik denk daar ook. Ah, dan is het daar. Nee, maar dan is denk ik daar diegene. Oh, die curly. Nee, die curlia's die zitten in het landje waar jij zit. Dat weet ik zeker. Ah. En daar kan je op een gegeven moment ook de Spirit Toon unlocken daar in de buurt. Ah. Interesting. Ja! Oh, dat ging goed. Dat ging verrassend goed. Oh, die crunchy salts heb je op een gegeven moment wel nodig, volgens mij. Fuck the roof food sweet food. Ah. Yo, is dat een Voltorb in? Ik ga zo'n Voltorb in zo'n balletje proberen te vangen. Probeer het eens. Hé, dat werkt. Hier kun je ook ergens Rotom
Hey, hey. Speaking over the devil, you dropping up the staart. Dat doet pijn. Rotom heeft helemaal geen staart, kun je nagaan. En toch trap je erop, dat is magisch. Ja. Ik heb die ik heb ook weer laatst magische poeder gehaald. Ik dacht, als ik hem toch langs de supermarkt fiets, weet je. Meteen langs de magische poedershop. Ja. Ja, ze hebben die tegenwoordig ook gewoon bij de Jumbo, hè. Dus dan kun je gewoon... kan gewoon. Mm-hmm. Ja. Magische poeder. Is dit weer zo'n boss battle, hè? Battling the boss. Ja. Ik wil zo graag verder bossen. Echt, je moest eens weten. Oh, we gaan toch niet battelen? Ja, ik heb 5 Pokémon dood. Nou, 3 maar. Boeien. Ah, er wordt alweer gelogen? Ah, ja, zo moet je een beetje overdrijven, oké. Ik heb best wel veel Pokémon dood en dan gaat hij ze doen zo van, joh, ik wil bellen, Henk. Oh, Stunt Tank doet zijn EO-style. En alsnog ben ik dood. Ik heb nog 2 Pokémon. Een Dustox en een Honchkrab. Tegen een Zubat en een Skunk Tank. Nee, dit gaat helemaal goed komen. Vast wel. Oh, die Zubat kan ik met Confusion doen, trouwens. Zeg je even als je battle over is. Ja. Ik doe wel Super Effective Tackle. Of Strong Style Tackle. Alsof Tackle Super Effective kan zijn. Oh ja, Flamethrower die bitch. Nou, ik heb alleen nog Honchkrab. Een scroll ook dood of niet? Nog niet. Check zo. Heb ik iemand die zo doet ze van super effective? Oh, dat kan ik hier niet zien, wat? Oh, zo. Ik doe dit wel. Samurott reviving. Poison Jab op Honchkrab. Honchkrab ook bijna dood, joh. Wat een loser. Maar wacht, is jouw Honchkrab, hè? Hé, wat vervelend. Ja, zeker vervelend. Oké, ik ga gewoon Strong Style. Air Slashing. Op de Skunk Tank. Dat deed wel veel. Oké. En ik heb nog 2 revives inmiddels. Het kan nog misschien, heel misschien, oh, goed gaan. Ja, Aqua Jet, als Stunk Tank daardoor doodgaat, dan komt het goed. Als Stunk Tank daardoor niet doodgaat, dan ben ik fucked. Yes. Oh, Super mag nog wel aanvallen. Oké, ik dacht Super mag niet aanvallen, toen mocht hij wel aanvallen. Maar hij is maar level 22, dus boeien. I did be winning. Battle decided. Nu moet ik alleen wel, waarschijnlijk zit ik wel midden in cutscene. Nou, dat maakt die cutscene ook nog maar even af. Ik ben Melly en ik ben boos op mijn Skunk Tank is dood. Nou, mijn hele team is dood, gozer. Gozer ring? Ja, is het een gozer ring? Eigenlijk? Ik weet het niet. Is dat niet gewoon Engels voor gozer? Ja, maar ik bedoel, is het een gozering? Is het een gozer? Gozer. Of is het een vrouwke? Nee, maar jij zei gozer net. Ja, toen en daarna dus ging ik twijfelen aan mezelf. Twijfeling. Ja, twijfeling. Gender zooming deed jij. Sorry. I hate to say it. Crunchy Salt, ik heb er 1. Is dat genoeg? Hij had het er zo net over.
Oh, ik denk het wel. Ah, yes. Okay. We ready to not go dead. Are you ready to not go dead? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het inderdaad een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.